En wat we nu, maar dat is altijd met nieuwe dingen. Dan wordt het een hype en op een gegeven ogenblik gaan we weer een beetje normaler doen. En dat begin je nu te zien. Hè? En dat gaat in 2014 gebeuren? Ja, je ziet want dan zal ik ook een beetje moeten afkicken. Een beetje minder verslaafd aan Twitter en Facebook en dergelijke. Niet de hele tijd erop. Het wordt ook chic om onbereikbaar te zijn. Op een gegeven moment is het ding gewoon uit. Ja, ik ben niet bereikbaar. Ik was wat anders aan het doen. Eigenlijk ook heel erg normaal, hè, om dat te doen. Nou, vergis je niet, 1 op de 4 Nederlanders noemt zich op dit moment eenzaam. De helft van de klanten van fysiotherapeuten komt er voor een massage, omdat niemand ze meer aanraakt. En dat komt door dit soort dingen. Dus mensen willen weer contact, mensen willen weer connecten, mensen willen weer intimiteit en vriendschap. En dat is ook prima. Net zoals we vroeger onder de afwas in de keuken het beste gesprek voerden, willen we dit soort dingen wel weer gaan doen. En dat vind ik wel leuk. Dat mensen maar leg nog even uit, worden. Want je zegt van één kant staat er in het boek de smartphonisering. Dus dat je het apparaat waarschijnlijk vasthoudt. Of dat je er veel meer mee kan gaan doen. Veel meer functies erop komen. En steeds meer mensen er verslaafd aan raken. Ja, aan de andere kant zie je al die voorlopers beginnen al te zeggen en nu gaan we het weer minder doen. Maar bijvoorbeeld dan gaat het meer over social media. Niet per se alleen over de of de hele tijd obsessief bereikbaar willen zijn. Maar wat we zien bijvoorbeeld dat mensen hun ogen worden er moe van. Hè? Want je zit de hele tijd op die schermen te kijken. Nou, Samsung komt nu in 2014 met een massageapparaat voor vermoeide ogen als je de hele tijd op die schermen zit te koekeloeren. Een massageapparaat? Dat de oogjes weer. Dat vind ik hartstikke leuk. Okay. Maar tegelijkertijd is die smartphone straks geconnect aan jouw auto, aan van alles. Je doet de auto open met je telefoon. Ja, daar zijn nu al commercials over. Dat zie je nu al, maar dat wordt natuurlijk steeds meer. En tegelijkertijd wordt het ook gekoppeld aan duurzaamheid. In Engeland kun je met de smartphone bijvoorbeeld de energieconsumptie van jouw huis aansturen. Je stuurt aan van nou, nu de was doen op het moment dat de energie het minste kost. Bijvoorbeeld 's nachts. Nu de verwarming lager draaien, want ik kom een uur later thuis. Want de verwarming is vaak automatisch ingesteld op een bepaald tijdstip. Maar je zit misschien in de file of wat dan ook. Nou, dat gaat allemaal met die smartphone. Dus dat soort ontwikkelingen gaan we allemaal zien. Even, is er één merk dat dan de markt gaat pakken? Dat is natuurlijk een strijd tussen Apple en Samsung geweest. Ze zagen Nokia wegzakken. Ja, maar aan de andere kant weet je, voor elke iPhone die verkocht wordt, 25% van de onderdelen is van Samsung. Dus iedere iPhone die verkocht wordt, levert een glimlach in Korea op. Dus dat valt ook wel weer mee. Ja. En misschien Huawei, want daar zie je ook steeds meer. Ja, die vind ik ook hele mooie dingen doen. Maar ik vind ook, ik denk de merken die combinaties gaan pakken. Kijk, Apple gaat nu met Volkswagen een nieuwe auto ontwikkelen, zodat allerlei dingen geïntegreerd worden daarin. BMW komt nu echt ook met spectaculaire dingen. De BMW's die het komend jaar komen, rijden 1 op 40. Nou, dat is ook fantastisch. Ja. En daar kun je hele leuke dingen. En als je dat dan bijvoorbeeld het verbruik van benzine van jouw auto kunt koppelen. Maar één winnend smartphone-merk, dat Samsung is nu de grootste. Ik verwacht dat ze dat 2014 wel blijven. Maar natuurlijk komen er concurrenten op. Natuurlijk zullen ze in Azië goedkope concurrenten krijgen. Natuurlijk zullen er in Europa concurrenten gaan opkomen. Dat hoort erbij. Oké. Hartelijk dank dat je hier was, trendwatcher Ajit Bakas. En heel fijn dat u hebt gekeken naar Geldzaken op 7 Digits TV. En heel graag tot een volgende keer.